Laatste gedeelte weer van deze uitzending met natuurlijk Marcel van Roosmalen. Je bent in vorm of niet? Ik heb geen idee of ik in vorm ben, maar nee. Als jij het zegt... Ja, nou, dan zeg ik het bij deze. Johan Derksen, Jan Boskamp en René van der Gijp. Je had laatst nog een column geschreven trouwens over de collega's van die hier ook wel eens aan tafel zitten. Valentijn en Mike van de Telegraaf. Wat was kritisch was dat? Nou ja, ik vond gewoon... ik vond het, ze waren eerst heel erg tegen Erik ten Hag. En na die gewonnen wedstrijd waren ze in één keer helemaal voor Erik ten Hag. In de Telegraaf. Nou ja, goed, ik vind dat... apart. Dat je in één keer je mening 180 graden een andere mening hebt. Dat gebeurt hier nooit aan deze tafel. Jawel, dat mag ook wel. Maar ik vind het dapperder als je dan jezelfde mening blijft houden. Ja, maar het wordt op een gegeven moment lastig met al het succes natuurlijk. Dan kun je moeilijk blijven zeggen dat het een kuttrainer is en dat hij niet goed ligt. Dat... Nee, maar als je een half jaar lang hebt geroepen om iemands ontslag... Dan is het niet in één keer een supertrainer. Tenminste, zo denk ik er dan over. Ja. En misschien was het ook wel... het was vooral een column tegen... of over Mike Verweij, die ook wel eens bij Vitesse rondliep. En ik vind hem toch een beetje de frikandel onder de sportjournalisten. Maar waarom dan? Nou, één keer, ik heb ooit opgeschreven dat hij de frikandel onder de sportjournalisten was. En toen heeft hij een stadionverbod voor mij gevraagd bij Vitesse. Ik heb het niet gekregen, maar dat heb ik al onthouden. En ik vind het gewoon iemand die met een agenda ergens heen gaat. En dan net zo lang doorgaat tot hij zijn zin heeft. En ik vind het wel leuk dat hij dat nu niet krijgt.